Dit is Kato. Kato is aan het studeren voor haar toets Nederlands. Ze heeft woorden gemarkeerd in haar cursus, ze heeft informatie overgeschreven in haar samenvatting en straks herleest ze alles als voorbereiding op de toets. Ze is dus goed bezig, of niet? Haalt dat eigenlijk wat uit? Onderzoek is duidelijk. Enkel herlezen of markeren of overschrijven zijn eigenlijk geen effectieve leerstrategieën. Wat helpt dan wel? Actief met de leerstof bezig zijn. Niet per se fysiek actief, want leerlingen die rondlopen en praten over de leerstof zijn niet noodzakelijk ook cognitief actief bezig. Al is het omgekeerde ook waar. Leerlingen die schijnbaar geconcentreerd een tekst aan het lezen zijn, zijn niet noodzakelijk ook hard aan het nadenken over die leerstof. En net dat is zo belangrijk, hard nadenken over de leerstof. Dus hoe harder je nadenkt, hoe groter de leerwinst is op lange termijn. Het SOI-geheugenmodel van Richard Mayer geeft dat weer. SOI staat voor selecteren, organiseren en integreren. Je selecteert de belangrijkste informatie uit een informatiebron. Dat kan je boek zijn, of een video of een verhaal dat de leerkracht heeft verteld. Die informatie organiseer je in je werkgeheugen. Je geeft er betekenis aan. Je zoekt verklaringen en verbanden. En tot slot link je die kennis ook aan de kennis uit je lange termijn geheugen. Als je leerstof op lange termijn wil kunnen onthouden, mag je het jezelf dus best moeilijk maken tijdens het studeren. Productieve leerstrategieën motiveren leerlingen om deze drie processen te doorlopen. Voorbeelden van productieve leerstrategieën zijn het maken van een Cornell-samenvatting of het opstellen van een mindmap, of ook gewoon vragen bedenken of de leerstof proberen uit te leggen aan jezelf of aan iemand anders. Als leerlingen deze leerstrategieën inzetten, creëren ze eigenlijk telkens een nieuw bijproduct, een extraatje, waarbij ze de leerstof niet letterlijk overnemen, maar herkneden. Leerlingen die herlezen of overschrijvend samenvatten, doen dat niet. En net daarom zijn deze strategieën niet effectief. Al voelt dat overschrijven natuurlijk wel nuttig. Het vraagt veel tijd, je bent met de leerstof bezig en op het einde heb je kramp in je handen. Maar opgepast: de kwaliteit van het bijproduct is natuurlijk heel belangrijk. Je kan niet studeren van een conceptmap met foute informatie of een onvolledige Cornell-samenvatting. Bovendien zijn deze strategieën niet bruikbaar voor elk leerstofonderdeel. En tot slot geldt ook: hoe meer voorkennis je hebt, over het leerstofonderdeel en over het werken met de strategie, hoe makkelijker dit gaat. Daarom is het belangrijk dat we daarmee in de klas aan de slag gaan en dat we de studeerstrategieën modelleren voor onze leerlingen, dat we ze inoefenen tijdens de les en dat we ze er feedback op geven. Even terug naar Cato en haar toets Nederlands. Slaagt ze erin om de juiste informatie te selecteren, organiseren en integreren, dan is ze klaar voor haar toets en dan kan ze op beide oren slapen.